Welkom bij een nieuwe aflevering van Game Changers. Mijn naam is Marieke Schoenmaker. Game Changers is de videopodcast met innovators van Nederlandse bodem. Vandaag ga ik in gesprek met Devika Parboezing van Royal Haskoning DAV over digitale innovaties en persoonlijk leiderschap. Devika, van harte welkom. Ik ben ongetwijfeld iets vergeten in mijn intro wat ik niet heb gezegd, maar we gaan het vanzelf ontdekken. En we gaan het in ieder geval ook hebben over jullie missie van Royal Haskoning om zo'n digital frontrunner te zijn, maar met name ook te blijven. En voordat we daarover beginnen, ben ik altijd heel erg benieuwd, wie ben jij? Dus misschien kan je wat vertellen over, wie was jij zelf toen jij een kind was, bijvoorbeeld? Als kind? Zo, yes. Dat is wel echt, ik was eigenlijk een heel rustig kind. Ik was een beetje een gemiddelde leerling. Ik stond niet graag in de spotlights of zo. Ik was eigenlijk gewoon heel, heel rustig. Ik viel niet op een bepaald vlak of zo. Althans, dat vind ik dan. Maar ik had wel altijd een sterke mening over van alles. Dus ik wist echt heel goed wat ik leuk vond, niet leuk vond. Wat ik graag wil, wat ik niet graag wil. Ik weet dat ik als jonge tiener ook best wel al... ja, soms wat meningsverschillen kon hebben met bijvoorbeeld mijn ouders. Of dat ik gewoon ergens van overtuigd was, weet je wel. Of ja. En dat wel met goede bedoelingen, hoor. En dat was soms intuïtief en soms heel rationeel. En eigenlijk is dat niet heel erg veranderd, moet ik zeggen. Dat is gewoon echt een karaktereigenschap. Ja. En toen ik dus zus werd, 6-jarige leeftijd, toen... merkte ik dat ik ook wel een beetje een moedertje uithing, zeg maar. Ook wel een beetje... Voor je zusje. Voor mijn zusje, ja. Wat grappig, ja. Dus dat herinner ik me eigenlijk een beetje van kind zijn. Ja, en je ziet dus dat nu nog terug in je huidige leven. Dat je nog steeds wel die wil hebt. Je hebt een doel waar je voor wil gaan. Ja, toch wel. Ik denk die sterke mening, dat heb ik nog steeds wel. En op werkvlak vertaalt dat zich denk ik met name in een beetje dat visionaire. Je hebt ergens een bepaalde overtuiging van. Hè? Dus je gelooft ergens in en dan wil ik er ook wel echt voor gaan. Als ik zelf daar een bepaald gevoel bij heb, zeg maar. En ja, op werkniveau, werkvlak merk ik dat het ook is eigenlijk. En ik zal niet het van de daken afschreeuwen. Ik zal het vooral alleen delen als het ook echt nodig is. Of als men erom vraagt. Dan zal ik delen wat ik vind of denk. Ik krijg dat wel eens ook als feedback. Weet je wel, dat ik dat vaker moet zeggen en zo. Maar dat zit gewoon niet echt in me dat ik dat dan van de daken afschreeuw. Maar ik vind het wel heel erg leuk om dan een bepaalde visie of overtuiging... op abstract niveau ook door te voeren naar wat lager in de organisatie. Dus ja. Dat herken ik wel heel erg. Ja, leuk. Nou ja, hoe heet het leuk dan dat je hier in ieder geval jouw verhaal komt vertellen. En, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Als je dan kijkt van in jouw leven, hè, heb jij een rolmodel bijvoorbeeld? Ja, kijk, in mijn familie heb je gewoon best wel veel sterke vrouwen. Zo power vrouwen vind ik het. Dus dat is sowieso op familiair vlak al best wel het geval. Die hebben allemaal een sterke mening. Die weten allemaal vrij goed wat ze willen. En als ik kijk naar een echte rolmodel, meer van buitenaf. Ja, het klinkt misschien cliché, maar ik vind Steve Jobs echt echt. Daar kijk ik wel tegenop, omdat... Hoe hij naar bepaalde dingen kijkt, vind ik wel heel inspirerend. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld design. Voor hem is een goed ontwerp als je anticipeert op hetgeen wat nog verder gaat dan wat een gebruiker ziet en niet ziet. Zeg maar. Ja. En hij zegt eigenlijk dat je dat
eigenlijk alleen maar kan achterhalen hoe een gebruiker dat ervaart door het te laten zien, door te doen, weet je. En je kan wel, het design is echt niet alleen maar iets wat hoe het eruit ziet of hoe het voelt. Het is echt, wat doet het met iemand als je het tentoonstelt? Welke ervaring krijgt, geef je iemand mee? En ik vind dat wel een interessante benadering, omdat 9 van de 10 keer weet de gebruiker helemaal niet wat hij of zij wil van klant. Ja. En dan de beste manier om erachter te komen is gewoon om het echt te laten zien, om een klein stukje te laten zien of te ervaren van iets. Dus dat vind ik wel heel interessant, hoe hij daarnaar kijkt. En ook gewoon als persoon is hij heel erg bewust bezig met tijd. Dus tijd is gelimiteerd. En hij zegt eigenlijk, verspil je tijd niet. Besteed je tijd aan de dingen waar jij het allerbeste in bent. Waar jij het meeste plezier uithaalt. Waar jij super gelukkig van wordt. En durf ook ergens mee te stoppen als je dat voelt dat niet meer zo is. Hè? Ik denk, ja, dat is toch best wel mooi hoe die daar dan naar kijkt. Ook op professioneel vlak, hè? Ja, ja. Want waar word jij dan super gelukkig van, professioneel gezien? Ja, ik hou gewoon heel erg van variatie, van creatief denken, van ja, iets bedenken wat gewoon impact heeft op een business, op mensen, op hè, een bepaalde transformatie, bijdragen aan een bepaalde transformatie. Dat is gewoon iets wat ik wel heel erg leuk vind. Ik hou niet zo van routinewerk, van dingen die, ja, als ik één project één keer heb gedaan, dan ga ik hem niet nog een keer, ga ik niet eenzelfde soort project nog een keer doen. Dus dat kan een beetje een valkuil zijn soms, of lastig voor bijvoorbeeld een manager. Maar dat is wel waar ik het meeste energie van krijgen om telkens weer iets nieuws te bedenken. Ja, ja, gaaf, gaaf. Dus ja. Wat is echt waar mensen jou wakker voor kunnen maken? Op zich wel. Ja, ik hou ook wel heel erg van lekker eten gewoon, hoor. Dus je kan me ook wel wakker maken voor gewoon goede Indiaanse curry of zo. Maar, ja, heerlijk. Maar ja, nee, vooral voor nieuw, innovatief, creatief werk. Ja. Ja. Ja, ja. Hey, en als je dan kijkt, wat zou je dan het allerliefste willen delegeren wat je vandaag de dag doet? Oh jee, ja, dat moet ik eigenlijk, ik weet niet of ik dat hardop moet zeggen, maar dat is met name gewoon, ja, als je, weet ik veel, voortgangsrapportages of zo moet maken, het liefst automatiseer ik alles en geef ik iedereen inzage in alles, elk moment, in plaats van dat je dat tussendoor, zeg maar, moet gaan opstellen. Ja, ik doe het wel als het moet, maar het is niet mijn favoriete bezigheid. Dus als ik iets kan automatiseren, dan doe ik het. En anders delegeer ik het liefst. Ja. Hey, maar dat past dus eigenlijk ook wel heel mooi, hè, bij het innoveren aan digitale services. Waar je alles automatiseren, wat je tegenkomt. Waarvan je denkt van nou, dat gaat niet alleen mezelf helpen, maar ook mijn collega's en de klanten en noem maar op. Ja. Ja, want ja, jullie hebben het. Ja, ik had op een gegeven moment een keertje een interview van jou, geloof ik, gezien via Royal Haskoning. En toen sprak je ook over de Digital Frontrunner. Wat is dat dan, een Digital Frontrunner? Ja, ik zie een Digital Frontrunner als iemand die eigenlijk voorop loopt in de digitale revolutie. Hè? Ze noemt het ook wel de derde industriële revolutie. En trends daarbinnen zijn artificial intelligence, machine learning, dan heb je nog meer robotics, big data, internet of things. En natuurlijk is een digital frontrunner die specialiseert zich op binnen een bepaalde trend en die doet wat waarde toevoegt aan zijn of haar business. Dus het is iemand die voorop loopt eigenlijk in die revolutie. Ja, ja, want jij ziet het ook echt als een revolutie. Toch wel. Ja. Ja, het is al een tijd natuurlijk gaande. Ik denk dat het al sinds 1980 wel hot topic is. Maar ja, het was ook al iets wat ik bijvoorbeeld tijdens mijn afstuderen, wat me al heel erg triggerde. Van oké, wat gaat al deze technologie nou betekenen voor onze bebouwde omgeving? En ruimtelijk gezien, maar ook gewoon qua infrastructuur en alles wat gebouwniveau, regionaal niveau, metropoolniveau. Wat betekent dat voor onze leefomgeving? En dat is iets wat me altijd wel heeft getriggerd, zeg maar.
Ja. Nou, grappig. Ik zou je een klein geheimje vertellen. En dat is namelijk helemaal in die begintijd, toen internet kwam. Ik werkte toen bij een platenmaatschappij. En wij zaten in een strategiegroep. En daar werd verteld of gevraagd van, kunnen jullie eens een advies gaan geven wat internet voor ons bedrijf gaat betekenen? En ons, na heel veel vijf en zessen kwamen we tot de conclusie dat het een hype zou zijn die voorbij zou gaan. Niks was minder waar, want een paar jaar later was de hele muziekindustrie was natuurlijk gewoon disrupted. Ja. Allerlei streamingdiensten en noem maar op. Maar dat doet me even denken toen jij zei van, nou ja, helemaal in die begintijd, vanaf eind jaren 80 begon die digitale revolutie al. Ja, dat is inderdaad, ik herken dat uit eigen omgeving ook. Het is echt een revolutie geweest, zeker. Voor mij begon het altijd in die industrie namelijk. Dat werd zo disrupted waarom is het nou eigenlijk belangrijk voor Royal Haskoning? Misschien is het even goed voor de luisteraars om te vertellen wat Royal Haskoning in essentie doet. Ja, nou, we zijn een engineering, consultancy en projectmanagement bedrijf. Waarin eigenlijk digital, het digitaal werken, nieuwe technologieën is eigenlijk wel een rode draad binnen onze business en ook wel strategie. Dat is echt wel iets waar we op willen versnellen en waar we echt voorop willen lopen. En we hebben dus binnen Haskoning DV een digital DWOW, het heet DWOW, Digital Ways of Working transformatieprogramma. En dat programma is er eigenlijk op gericht dat we slimmere, makkelijkere en efficiëntere manieren van werken gaan omarmen als bedrijf. Om zodanig bij te dragen aan een duurzamere bebouwde omgeving eigenlijk. En dat is zeg maar ons motto. Dat is wat we echt willen bereiken. En om dat te kunnen bereiken zijn onze digitale capaciteiten, capabilities, platforms, processen, zijn eigenlijk een enabler om dit te kunnen bewerkstelligen. Dus, en alleen zo kunnen we onze klanten verder op weg helpen, gebruikmakend dus van de laatste technologie ook. Maar om daar gebruik van te kunnen maken, moet je ook weten hoe je daarvan gebruik maakt. Moet je ook je processen erop aligned hebben. Nou, dat is eigenlijk een heel belangrijk transformatieprogramma waar we dus wel behoorlijk wat in investeren om dat verder te brengen. Ja. Ja, maar kijk, van origine zijn jullie dus een project en een ingenieursbedrijf. Hè? Maar door eigenlijk die digitale services die jullie aan het ontwikkelen zijn, hè, als ik jou zo hoor, wordt volgens mij de rol die jij ook hebt als product manager, die wordt steeds belangrijker, lijkt mij. Want die digitale services kan je gewoon gaan zien als, in plaats van projecten, kan je dat veel meer zien als producten. Ja. Met een kop en een staart, of niet? Ja, klopt. We zeggen het ook, we noemen het ook wel eens productization of project. Hè? Dus je probeert het in een vorm van een product te verkopen. En ja, dat is toch wel heel erg belangrijk. We hebben, eigenlijk zou iedereen bij ons een productmanager moeten zijn. Hè? Omdat je dan veel beter je services kunt eigenlijk optimaliseren en ook digitaliseren en op een andere manier kunnen aanbieden. We zitten echt in een soort transitie. Het is wel heel belangrijk dat we daarin meegaan, als het ware. Ja. Want betekent dat dan ook, dat hoor je wel vaker, hè, ik kom zelf uit de consultingwereld en toenertijd was eigenlijk al van, hoe kan je nou af van dat uurtje-factuurtje model ja. En hoe kan je een service verlenen wat je veel meer als een soort pakket, als een product hè, kan aanbieden. Zijn jullie ook met dat soort businessmodel optimalisaties bezig? Zeker, dus een ander transformatieprogramma, dat heet toevallig Commercial Way of Working, CWOW ook wel, en dat is er volledig op gericht dat we na gaan denken over pricing strategieën, hè? Dus hoe gaan we onze diensten, hoe kun je dat het beste afprijzen en dat is tegenwoordig niet alleen maar uurtje factuurtje meer en daar hebben we allerlei andere modellen voor om
om ook toe te passen. Alleen het is zo marktspecifiek, klantspecifiek, opdrachtspecifiek, dat we niet kunnen kiezen voor één model, zeg maar. Het is echt heel erg custom. Het is gewoon belangrijk dat de business daar handvaten voor krijgt. Dus de mensen die daadwerkelijk de offerte schrijven en die aanbiedingen moeten doen, dat zij weten wat de mogelijkheden zijn en hoe ze nou de meeste, ja, enerzijds added value kunnen aanbieden, maar dat ook natuurlijk kunnen afprijzen. Juist. Oké. Okay. Best goed. Dus jij zit in de Digital Way of Working, in dat programma. Kan je eens een voorbeeld geven? Wat doe je daar dan als productmanager in? Misschien is het leuk om te vertellen van wat doe je dan zo dagelijks daarin? Ja, dus eigenlijk dat programma bestaat eigenlijk uit drie pilaren. We hebben people, process en technology. Nou, op people vlak, daar moeten we digital savvy worden. We moeten zorgen dat we de juiste capabilities hebben. Dat we weten hoe we omgaan met digitale producten. Onze processen kunnen digitaliseren, et cetera. Automatiseren waar mogelijk. En op procesniveau is het belangrijk dat we op een geïntegreerde manier en op een datagedreven manier ons werk doen en onze projecten opleveren. En op technologievlak is het belangrijk dat we gebruik maken van de beste technologieën, van platforms waar we kunnen standaardiseren, digitaliseren, waar we kunnen automatiseren. En dat allemaal tezamen, dat zou dan de extra toegevoegde waarde moeten opleveren in de projecten en dus ook in onze deliverables en dus ook voor de klanten. Nou, mijn rol daarin is dat ik eigenlijk daarbinnen een centraal programma nu draai. En dat is gericht op de interne processen eigenlijk van onze consultancydiensten. Standaardiseren, digitaliseren en automatiseren. En dat doen we dus eigenlijk op people, process en technology vlak. Want als je alleen het ene doet, dan lukt het niet qua implementatie. Je moet alle drie de aspecten eigenlijk aandacht geven om dit te kunnen uitrollen, zeg maar. Dus we op technologievlak zijn we een eigen platform aan het bouwen. Op procesniveau zijn we processen aan het herinrichten, maar ook content aan het standaardiseren. En op peoplevlak zijn we trainingen aan het opzetten en mensen meekrijgen, et cetera. Dus dat is eigenlijk wat ik doe binnen RDV. Gaaf. Hey, en net liet je al vallen, bijvoorbeeld artificial intelligence. Hè? Als je nou kijkt naar, ik ben zelf met een experiment bezig om artificial intelligence op content los te laten. Doen jullie dat soort experimenten ook binnen Royal Halskoning al? Kijk, wat ik heel erg heb met AI en met machine learning. Het is gewoon super belangrijk dat je basis op orde is. Eigenlijk je fundamentals. Hè? Dus je kunt niet iets automatiseren als je niet hebt gestandardiseerd. Je kunt niet standaardiseren als je niet hebt nagedacht over hoe kan ik iets goed opzetten from scratch, maar op een slimmere manier. Je kan niet AI toepassen op iets wat niet geautomatiseerd is. Je kunt niet. Dus het heeft een bepaalde volgordelijkheid voordat je die trends echt tot uiting kunt brengen, zeg maar. Wij willen daar zeker naartoe. Dat is, we hebben ons zelf maturity matrix zo eigenlijk opgelegd. We hebben gezegd, nou, elk jaar willen we daarin groeien. Nou, maturity 5. Level 5 die gaat daar inderdaad op in, dat we AI en machine learning zouden willen toepassen op onze producten. Maar dat is wel nog even een weg, er is nog wel een weg te gaan voordat je dat bereikt, zeg maar. Ja. Ken je het nieuwe boek van Mo Gawat al, van Griezelig Slim? Nee. Maar dat is echt een aanrader, dat zou je wel mooi vinden. Nee. Dat gaat helemaal over, hij is natuurlijk bij Google geweest en het gaat over hoe hij aankijkt naar het gebruik van artificial intelligence en zijn visie daarop voor de toekomst en wat de voordelen zijn, maar ook de gevaren daarvan. Maar gaaf dat jij daar zo al mee bezig bent, joh. En als je nou kijkt naar wat jij het afgelopen jaar hebt bereikt, waar ben je dan mega trots op? Het programma is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Hè. We hebben
we zijn eigenlijk met een heel klein idee begonnen. En toen nog een heel klein idee erbij. En dat uitgewerkt. En iets voor gebouwd. En toen nog een idee. En toen nog een idee. En het waren allemaal kleine bottom-up ideetjes. Die we eigenlijk verder hebben gebracht. En uiteindelijk daar een rode draad in zagen. We dachten, ja, we gaan toch niet telkens nu weer opnieuw iets opnieuw bouwen. We moeten hier een platform voor maken. Dit zou gewoon het platform van ons bedrijf kunnen zijn, zeg maar. En dat is eigenlijk zo ook doorgegroeid, zeg maar. Het is eigenlijk van beneden naar boven doorgegroeid. Van bottom-up zijn we nu eigenlijk, hebben we eigenlijk nu een platform gebouwd die door heel het bedrijf gebruikt kan worden. En dat is wel iets wat, ja, het was niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben wel trots op dat dat is gelukt. Dat we iets hebben neer kunnen zetten nu voor het bedrijf als geheel. Ja, want dat betekent dus eigenlijk zo'n platform moet dat dan zien met allerlei apps die het proces ondersteunen. Precies, het is eigenlijk een soort van platform met add-ons. We kunnen dus allerlei features en functionaliteiten daaraan toevoegen op basis van de vraag. Dus stel dat onze business bepaalde processen heeft die we nog niet faciliteren, dan kunnen we kunnen dat eraan toevoegen en zorgen ervoor dat het platform als geheel zo goed mogelijk ons bedrijf faciliteert in hoe wij onze deliverables uiteindelijk produceren. En dat we daar quality control in hebben, dat we standaardiseren, dat we transparant zijn in hoe we dingen doen. Nou, dat we een database opbouwen in een gestructureerde manier. Hè? Dat je later ook bepaalde patronen kunt herkennen of suggesties kunt doen op projecten. Nou, dat is eigenlijk de motor, de engine die we aan het opbouwen zijn. Dus dat is wel iets wat heel gaaf is, dat is gelukt binnen een bedrijf waar je natuurlijk ook best wel veel lagen af moet om dat zeg maar ergens te krijgen uiteindelijk. Maar de kracht is misschien juist ook omdat jullie juist bottom-up kleine stapjes zijn gaan zetten. Ja, het waren hele kleine stapjes waardoor ik zelf ook wel zeker was van mijn zaak. Ik zou niet iets kunnen pitchen aan de CEO als ik zelf gewoon niet zeker weet of het werkt. Ja. En ik was gewoon eigenlijk overtuigd genoeg dat dit echt werkt. En dan komt dat ook heel anders over dan als het een zwevend idee is wat nog handen en voeten moet krijgen. Dus we hebben zo snel mogelijk geprobeerd het concreet en tastbaar te maken. Te testen met de business, met de eindgebruikers. En vanuit daar proberen op te schalen eigenlijk. Ja, mooi, mooi. Nou, gefeliciteerd, daar kan je enorm trots op zijn. Maar we zijn er nog zeker niet, hè? Nee. Er zijn altijd natuurlijk dingen die beter kunnen en meer. Ja, kunnen. Absoluut. Want, ik vroeg mij bijvoorbeeld daarover af. Jullie hebben dan je eigen werkprocessen gestandaardiseerd. Maar je werkt natuurlijk ook heel veel samen met klanten. En kunnen die daar dan ook van het platform gebruik maken? Ja, op dit moment wel. Want dat is natuurlijk gewoon zo. Onze klanten moeten ons werk reviewen, willen soms data aanleveren, willen soms onze data checken. Dus we kunnen derde partijen toevoegen. Maar het is namelijk ook zo dat we soms met andere partijen samenwerken. Dus niet klanten, maar bijvoorbeeld partners of zo. Nou, daar willen we ook graag mee samen kunnen werken. Dus dat wordt ook nu gefaciliteerd in het platform. En komen we nog wel eens tegen dat een klant bijvoorbeeld echt alleen hun eigen systemen wil gebruiken. Dat is dan niet anders en daar zal vast dan een goede reden voor zijn. Idealiter stroomlijnen we zoveel als mogelijk in dat eigen platform, omdat ook de klant heeft daar het meeste aan. Stel dat wij 10 projecten doen voor één klant, alle data die staat gewoon centraal en wij kunnen daar alles mee doen wat zij willen, zeg maar. Dus Mooi, mooi. Hey, en nu heb je me wel eens gezegd van, we hebben dat in Nederland, zijn we dat opgestart, hè? Maar ja, jullie zijn een wereldwijd bedrijf. Dus hoe staat het met de uitrol naar de andere collega's in het buitenland? Nou, gelukkig is het digitaal allemaal. Dus we kunnen in ieder geval iedereen toegang geven tot het platform wereldwijd. Ja. Maar uiteraard, daar komt in de implementatie nog veel meer bij kijken. Je moet natuurlijk mensen
helpen en begeleiden om het eigen te maken, om hun eigen content erin te zetten, et cetera. En dat vraagt wel ook wel face-to-face aandacht. Ja. En dat is natuurlijk wel een uitdaging nu in deze tijd. We hopen dat we straks alweer iets meer kunnen gaan reizen. Maar eigenlijk sowieso het fysiek aanwezig zijn is nog steeds heel belangrijk. Ondanks dat het een digitale innovatie is. Want je hebt uiteindelijk te maken met mensen die dat product gebruiken. En zij moeten zich comfortabel voelen. En ook gewoon de juiste skills hebben om dit te kunnen gebruiken. Dus dat is wel heel erg belangrijk in die implementatie. Nou, iets anders is natuurlijk ook wel... Line management moet hier 100% achter staan. Dus zij moeten dit wel echt embracen en ook richting hun teams duidelijk communiceren van hey, dit is nu beschikbaar. En dit kunnen wij nu gaan toepassen in onze projecten en in onze dagelijkse activiteiten. Het is ook heel belangrijk om middelmanagement en topmanagement daarin mee te krijgen. Ja. En dat zijn toch vaak iets minder digital savvy people. En ja, die moet je ook meekrijgen. En dat is toch wel, ja, niet altijd even makkelijk, maar wel heel belangrijk. En hoe pak jij dat dan aan? Ja, dat is zoveel mogelijk laten zien. Ja. We geven ontzettend veel online demonstraties. Kunnen ook fysiek doen. En door men te laten zien wat het systeem doet, wat het kan met de juiste toelichting daarbij, soms wat abstracter, soms wat gedetailleerder, afhankelijk van je doelgroep, gaat het echt landen. Want ik merk dat als ik het gewoon toelicht of een paar slides laat zien, het leeft niet. Dus het is zo belangrijk om het echt te laten zien. Wat doet het nou? En dat blijft men het meest bij. Dus ook middelmanagement, topmanagement. Merk ik dat vaak denken ze dat het niet nodig is. Want ja, zij zitten toch niet in de projecten. En het is toch niet, hè, ze hoeven niet op elk detailniveau alles te begrijpen. Maar toch laat ik het liever wel zien. Ja, ja. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat in zo'n traject. Want je bent er nu, hoe lang mee bezig? 2 jaar of zo? Ja, al natuurlijk, die bottom-up initiatieven zijn natuurlijk al veel langer geleden begonnen. Ja. Maar nu zeker wel 2 jaar echt dat het opgeschaald, op groter niveau, hoger niveau nu zit. Ja. Hoe hou je dat vol? Als mens? Als mens? Ja, want je bent een creatief, hè? En je barst van de ideeën natuurlijk. Hoor je niet af en toe, ja, hoe hou je het vol eigenlijk? Ja. Ik heb me eigenlijk mezelf gepusht. Dat is eigenlijk ook echt mijn uitgangspunt, is dat iets is pas een succes als het ook echt geadopteerd is, als iets echt geïmplementeerd is. Dus het houdt niet op bij het bedenken van het idee, het bouwen van de oplossing. Om het echt te verwaarden, moet je implementeren, moet je adopteren. Dus ik heb mezelf echt daarin ook wel deels gepusht, van ja, ik wil nu wel ook het resultaat ervan zien. En dat maakt dat ik het toch best lang al volhoud om dit verder te brengen. Maar waar haal je dat vandaan? Want het is wilskracht. Nou, nu is het zo dat als je... Omdat ik zie dat mensen het beginnen te... Ze beginnen ook te zien wat ik zie. Ja. En dat geeft energie. Dus op het moment dat... We zijn natuurlijk mensen aan het coachen, opleiden om ook coaches te worden. Om ook de business mee te krijgen in die transitie. Dus op het moment dat je een ander team hetzelfde ziet doen als wat jij in je eentje deed 1 jaar geleden. Dat geeft mij heel veel energie. Dan denk ik wel, oh, dat is wel heel erg mooi dat dat nu zo uitgedragen wordt. Ja, gaaf. Ja. Ja. Stuur je ook bewust op die energie? Op je eigen energie en het energie in het team? Ik weet niet of ik het heel bewust doe, maar ik voel het wel direct als ik lager in die energie zit. Dan voel ik dat, ervaar ik dat wel echt gelijk. En ik probeer daar dan ook meteen over te praten met de stakeholders die daar een bijdrage aan leveren of die daar iets aan kunnen doen. Dan probeer ik dat wel zo snel mogelijk te flaggen, als het ware.
Dus ik voel het wel gelijk als die energie omlaag gaat. Dat wel, ja. Ja, en wat doe jij dan om die energie weer omhoog te krijgen naast het gesprek erover aan te gaan? Ja, het is dan bedenk je, moet je echt wel even weer teruggaan naar waarom deed je dit ook alweer? En waar is dit, hoeveel impact heeft het en waar is dit goed voor? En waarom kreeg ik er in het begin wel energie van? Ik denk dat het goed is om te blijven reflecteren op ook wat je ervan hebt geleerd tot nu toe. Ja. En wat er nog valt te leren. Ja. Ik denk dat als je een perspectief daarin hebt, dat het ook wel weer... lukt om dan die energie terug te krijgen. Ja, ja, gaaf. Dus als jij zeg maar obstakels tegenkomt, hè, die altijd in dit soort trajecten inherent zijn, ja. Dan ga je eigenlijk weer even terug naar de basis. Ja, ja, mooi. Heel mooi. Ja. Om het zo te horen. Hey, kijkend hè, naar de toekomst, zeg maar. Dus de komende, nou, laten we zeggen, even 2-3 jaar of zo. Wat zijn dan de top 3 van dingen die top of mind bij jou zijn? Om te realiseren. Zoals ik al zei, focus op implementatie. Hè? Ja. En dat blijven meten, maar ook bijsturen als dat nodig is. En eigenlijk mezelf onnodig maken daarin. Dus dat ik hoop gewoon dat het helemaal volledig geadopteerd wordt door de business en dat zij zelf draaiend zijn daarin. Dus dat is iets wat ik graag zou willen bereiken. Het andere is, nou, om dat te kunnen doen, heb ik ook talenten nodig of mensen nodig die dat kunnen en die daarin kunnen helpen. Dus je merkt op een gegeven moment dat je bezig bent met het scouten van mensen, ook wie zou dit kunnen doen en wie zou daar weer goed voor zijn en wie zou daar weer goed voor zijn. En dat doe je zowel intern als extern. Dat is wel iets wat heel belangrijk gaat worden, omdat ja, we moeten opschalen. Ja. We hebben een organisatie van 6.000-7.000 man en ja, dat kan je niet met een team van 10 man oppakken. Dat moet echt op groter schaalniveau worden gedaan. En ik denk een derde item wat heel erg belangrijk is, want je zei het ook al heel even eerder, is we zijn natuurlijk een urengedreven organisatie. En we zijn het ook niet gewend om superveel te investeren in platforms en agile, op een agile manier dat ook doorontwikkelen, et cetera. Want projecten die doen aan watervallen, daar heb je een begin en een eind. Je hebt een beginbudget en je geeft dat uit en je bent daarna klaar. Nou, dat is natuurlijk in software development is dat niet zo. Je bent continuous aan het ontwikkelen, continuous improvement. Hè. Hoe kun je daar nou een investeringsmechanisme op bedenken dat ook toekomstbestendig is? Nou, dat is iets waar we nu ook echt over aan het nadenken zijn. Van oké, op het moment dat dit gewoon... Dit gaat de komende jaren gewoon door moeten blijven draaien. En we moeten doorontwikkelen. Nou, hoe gaan we dat financieel ook bewerkstelligen eigenlijk? En welke modellen passen daarbij? En dat is iets anders dan uren op uurbasis iets afrekenen. Hè? Dus dat betekent ook dat ja, je met de finance mensen binnen het bedrijf om tafel moet gaan zitten. Oké, wat zijn de mogelijkheden en wat laat ons systeem toe om, ja. Te doen? Dus dat zijn eigenlijk wel de 3 dingen waar ik me de komende tijd op moet focussen. Ja. Focussen, ja. Wauw. Dus ik hoor veel, die 3 dingen bereiken door nieuwe strategieën. Maar het komt ook neer op jouw persoonlijk leiderschap, hè, om dat te bereiken. Hoe ga je dat dan overbruggen? Wat moet jij nog leren bijvoorbeeld om dit voor elkaar te krijgen, die 3 uitdagingen? Ja, heel erg veel natuurlijk. Hè. Je blijft gewoon eigenlijk altijd wel... Je bent altijd door aan het leren. We hebben toevallig nu intern een soort van Future Leaders programma. Dat is zeg maar 2-jarig programma waarin je een soort van klaar wordt gestoomd om de leider van de toekomst te worden of te zijn. En daar krijgen we heel veel echt professionele coaching bij en training. Dus dat is iets wat ik sowieso doe. En dan krijg je ook wat meer theorie en wat meer bevestiging van bepaalde dingen. En dat is wel heel erg fijn. Ook heb je
kan je sparren met peers, dus mensen die het ongeveer hetzelfde doen of op hetzelfde niveau zitten en met dezelfde ja, uitdagingen te maken hebben, dat je daarmee kan sparren, dat is heel erg fijn. En natuurlijk, ik geloof heel erg in learning by doing, hè, en in mijn huidige werkzaamheden moet ik gewoon heel vaak ook aan topmanagement en middelmanagement plannen presenteren en voorstellen indienen en pitchen en alles en nog een keer pitchen. En ja, hoe zij daarop reageren en wat voor vragen zij stellen en welke identiteit zij daarin hebben, dat vind ik ook heel interessant om te observeren. Dus ja. Voor mezelf, hè? Want ik denk dat het heel erg belangrijk is om een bepaalde identiteit te krijgen als leider. En dat moet passen bij persoonlijkheid. En het moet passen bij type werk of type business of type hè, wat je wil bereiken. En ik leer daar misschien wel het meest van. Om te zien hoe andere leiders binnen onze organisatie en ook buiten. Hè, hoe die reageren, hoe die acteren op bepaalde vraagstukken. En daarin kan je dan de vraag stellen van is dit ook... Wil ik ook zo een leider zijn? Of wil ik dat anders doen? Of, hè? En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik merk dat ik dat veel vaker doe nu ook. Ja, leuk, leuk. Ja, een mooi verhaal heb je, joh. En leuk hoe je daar naar kijkt. En wat je beweegredenen zijn. Als je nu zo terugkijkt, hè, op jouw jarenlange ervaring als vernieuwer. Welke les zou je dan aan andere vernieuwers willen meegeven? Ja, de les aan andere vernieuwers, wat ik eigenlijk ook al een paar keer heb gezegd, is van laat dingen zien. Dus bedenk het niet alleen, maar maak het ook concreet, tastbaar. Laat het je gebruiker of je stakeholders ook echt ervaren, zeg maar. Ik vond het wel mooi, want bijvoorbeeld Thomas Edison die zei ook van the value of an idea lies in using it. Dus het gaat erom dat je iets uiteindelijk de praktijk inbrengt en het tastbaar maakt, zeg maar. En ik merk ook dat ik daardoor het meeste kon bereiken ook. Ja. Dus dat is wel iets wat ik zou willen meegeven aan andere vernieuwers. Ja, geweldig. Nou, leuk. Hoor je dat? Daar kunnen ze ongelooflijk veel baat bij hebben bij zo'n les. Hé, hey, we zijn aan het eind gekomen van dit interview. Hoe vond je het om te doen? Ja, heel erg leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja. Ja. Nou ja, weet jij, enorm bedankt voor jouw inspirerende van verhaal. Wat wil jij net zo als Devika, jouw innovatiekracht hè, ook verder continu hè, groeien. Wij hebben een platform en jij bent daar lid van. Ja. En bij deze nodigen dan allerlei andere mensen ook uit. Om van dat Innovation Leadership Platform lid te worden, kan je Devika ontmoeten. En Devika die vindt het geheid leuk om jou te ontmoeten. Nou, je kan mij een mailtje sturen naar marieke@gamechanger.nl. Dan vertel ik je wat meer over.